We zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Tijd om vooruit te kijken naar komend seizoen, naar de competitie en het bekertoernooi. De beker natuurlijk. Dat leeft ook in de groep. Natuurlijk vorig jaar de finale gehaald. Dat leeft ook zeker bij mezelf. Want ja, vorig jaar hebben we natuurlijk die finale gespeeld. En ja, dan ervaar je hoe mooi dat is. Wat voor een speciale dag dat is. En ook wat voor een enorme teleurstelling het uiteindelijk is geworden door het verlies. Ik en wij allemaal zouden heel graag daar een echte revanche op willen nemen. En goed, dat is iets dat we de finale toch weer moeten bereiken. Dat is zeker ook iets waar we naar uitkijken. En zeker een doelstelling die we hebben. We hebben net vakantie, maar je zit er zo lekker in dat je eigenlijk al wel weer wil beginnen. En iedereen is moe, laten we dat voorop stellen. De jongens, maar ook wij als staf. En we hebben echt wel even dit nodig om ons weer op te laden. Maar alweer door te gaan met zoals we geëindigd zijn en waar we mee bezig zijn geweest. Dat zie ik wel naar uit. En zeker omdat je weet van je gaat gelijk op trainingskamp. Hè, de 7 januari als we starten. We starten dan nog wel even op trainingscentrum. En dan vliegen we gelijk naar Spanje. Waarschijnlijk onder goede en lekkere omstandigheden. Dat geeft alleen alweer energie en zin om weer toch weer met die jongens op het veld te staan. En jouw kennende is het niet zozeer de derde plek vasthouden, maar eigenlijk nog meer naar boven kijken? Ja, tuurlijk. Ja, we mogen genieten. De eerste woorden waren trots, maar we hebben nog niks. En dat wordt de uitdaging om vast te houden. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend, bij wijze van spreken. Maar we kunnen ook, hè. Gezien de stand, we kunnen omhoog blijven kijken. En dat is het mooiste wat je kan hebben als sporter. Tot slot, van de trainer van AZ en van een liefhebber van modelspoorbanen nog het volgende. Bij deze wil ik jullie ook nog graag een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Fijne dagen nog met je familie en naasten. En een goed 2018. Ik wil op deze plaats iedereen een fantastisch nieuwjaar toewensen. Met veel geluk en gezondheid.